Welkom alweer bij het tweede Grunninger Economenpanel. Vandaag wederom een panel bestaande uit 6 economen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. We gaan praten over de impact van de coronacrisis op de economie, op de Nederlandse economie, de Europese economie. We gaan het onder andere hebben over de IMF-raming. We gaan het hebben over het plan van de Europese Commissie om 1500 miljard een soort stimuleringsfonds om de economie weer op gang te brengen. Is dat een goed plan of niet? En we gaan ook kijken van wat is nou een eigenlijk slimme exit vanuit de lockdown en wat betekent dit ook voor verschillende generaties? Is de impact van de crisis bijvoorbeeld anders op gepensioneerden ten opzichte van de jongere generatie? Nou, voordat we beginnen, maak ik eerst even een kort voorstel rondje en we beginnen met Viola Angelini. My name is Viola Angelini. I'm professor in the economics of household behavior at the Faculty of Economics and Business and at the University of Groningen. Ja, Viola verstaat het Nederlands goed, maar hij heeft gevraagd of ze in het Engels kan antwoorden. Uiteraard is dat uitstekend. Gaan we naar Harry? Ja, mijn naam is Harry Gerritsen en ik ben hoogleraar International Economics and Business aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, en dan Lex Hoogduin. Lex Hoogduin, hoogleraar complexiteit en onzekerheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurder in de financiële sector en de gezondheidszorg. Nou, volgens mij als je hoogleraar complexiteit en financiële onzekerheid bent, dan kun je op dit moment je hart wel ophalen, want er speelt een hoop. Steven Brakman? En mijn naam is Steven Brakman, ik ben hoogleraar internationale economie aan de RUG. En last but not least, Elmer Sterken. Mijn naam is Elmer Sterken, ik ben hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, nou, dan beginnen we met de IMF-raming die gisteren zeg maar, het daglicht heeft gezien. Een voorspelling van een economische krimp van 7,5% voor de Nederlandse economie. Dat is vergelijkbaar met scenario 3 of 4 vanuit het Centraal Planbureau dat ze 2 weken geleden hebben gelanceerd. En dat zijn eigenlijk al de ernstigste scenario's. Als ik verder dat scenario afkijk, dan zie ik een voorspelde krimp in Zuid-Europa van 9-10%. Amerika een kleine 6% en China nog een groei van 1%, maar die komen van pakweg 6,5%. Dus daar ook een forse bijstelling van de groei. En wereldwijd zou er sprake zijn van een krimp van 3%. En dat is ongeveer het dubbele van de financiële crisis die we hebben gezien in 2008 en 2009. We beginnen met Lex Hoogduin. Lex, hoe onzeker en hoe complex is deze crisis eigenlijk? Ja, laat me zeggen over de IMF-ramingen, zoals jij ze noemt. Ik denk dat de ramen op dit moment geen zin heeft. Dat je er ook niet zo heel veel aan hebt, aan dit soort ramingen, als je nu beleid moet maken. Je kunt hier alleen maar indenken in termen van scenario's. Bestaande modellen zijn totaal ongeschikt om hier nu iets mee te doen. Dus werken op basis van scenario's en dan gegeven de situatie waar we in zitten, moeten dat niet exclusief economische scenario's zijn, maar moeten dat scenario's zijn waarbij je integreert zeg maar de effecten op de gezondheidszorg en met name de capaciteit van de gezondheidszorg, de opbouw van schulden en zeg maar de schade die je aan de economie doet. Dus de situatie is heel erg onzeker, om jouw vraag te beantwoorden. En in onzekere situaties, ook nog heel complexe situaties, waar eigenlijk meerdere crisis door elkaar heen lopen inmiddels, moet je niet ramen, maar moet je weer scenario's maken. En zolang je nog in een situatie zit waar bijvoorbeeld de gezondheidszorg in elkaar kan klappen, of waar een schuldenprobleem kan exploderen, moet je uitgaan van niet van zeg maar gemiddelde scenario's, maar van worst case scenario's. Maar als je dan inderdaad toch moet uitgaan van verschillende scenario's, je moet wel beleid ontwikkelen. En je kunt uiteindelijk maar beleid ontwikkelen op één scenario. Ik bedoel, als je 1500 miljard ter beschikking stelt als Europese Commissie, dan moet je toch, dan kun je toch niet uitgaan van een gemiddeld scenario, neem ik aan. Nee, maar ik denk dat je andersom, je moet andersom denken als het ware. Je moet eerst moet je vaststellen wat is nou eigenlijk de situatie, wat is het wat we willen bereiken in de volgende fase. En dan zijn er drie dingen die bepalend zijn, denk ik. Aan de ene kant, je instrument vanaf nu is, laat daarmee beginnen, is de mate waarin je de lockdown versoepelt. En mogelijk weer opschaalt. Dus het instrument is
de mate waarin je restricties aan je economische activiteit oplegt. En wat je wilt bereiken is dat je dat zodanig doet dat de kans dat je weer tegen een situatie aanloopt waarin je gezondheidszorgcapaciteit onvoldoende is. En waarin je tegen een situatie aanloopt dat gewoon zo'n lockdown niet meer houdbaar is. Of waarin het schuldenprobleem explodeert, dat de kans daarop, dat wil je minimaliseren. Dat is wat je doet. En dan moet je vervolgens zeggen, als dat mijn doelen zijn, dan moet je kijken wat het effect is van het spelen met je mate van restrictie van economische activiteit, beperken van je economische activiteit, op ieder van die drie restricties. En daar moet je dan scenario's op gaan maken. Nou, laten we maar eens naar een paar restricties dan kijken. Je zegt onder andere één restrictie is wat is de capaciteit van de gezondheidszorg. Ga ik even naar Harry. Harry, hoe verstandig is het zeg maar, om de exit van de lockdown te koppelen aan bijvoorbeeld het aantal IC-plaatsen dat er is of het aantal ziekenhuisbedden? Nou, ik denk dat het onontkoombaar is om daar een koppeling te leggen, zoals ze dus in Nederland nu doen. En zoals eigenlijk alle landen, beleid varieert wat, maar heel veel landen, in ieder geval Europa, versus wat ander verhaal. Omdat het per staat ook weer verschilt. En dat, wat Lex zegt, is een crisis van de gezondheidszorg. Dus de fase waarin we nu zitten, even los van de ramingen van het IMF, die heel moeilijk zijn. Want ja, met een bestaand model, wat het IMF hanteert, zit zo'n schok helemaal niet in. Dus daar kom je niet zo heel ver mee. Bovendien zit een soort puntschatting anders dan, wil ik nog even zeggen, anders dan het Centraal Planbureau. Want jij noemde in het begin Centraal Planbureau het vorige week wel scenario's presenteren. In ieder geval daar nog een poging deed met, ook niet met waarschijnlijkheid. Zeg, dit zijn werelden die zich kunnen voordoen. Het IMF presenteert als het ware één wereld en zegt dan nog wel, ja, het kan ook nog erger zijn. Maar de framing is heel erg die raming die ze presenteren. En ja, daar het wordt, we zitten met een dikke min. Hè, dat is evident voor de economie. Maar veel meer kun je er ook niet over zeggen. Dus je moet naar andere zaken kijken. En inderdaad moet je dan eens kijken van wat kan de gezondheidszorg aan. En de IC-capaciteit is daar één parameter voor om dat op te vangen. En dat is wat we in Nederland nu ook doen. En gelukkig lijkt het erop, net in nieuwe cijfers, dat we daar enige grip op beginnen te krijgen. En dat is ook eerst nodig om dan vervolgens na te denken hoe je, wat is nou een verstandige manier, economisch ook, om zonder een tegenstelling tussen economie en gezondheidszorg, die er volgens mij niet is, op te willen voeren. Maar dat is een verstandige manier om andere zaken die ook vanuit de welvaart van belang zijn, weer enigszins aan de praat te krijgen. Op het moment dat je die IC-capaciteit, dat je daar enige controle op hebt. Nou, we komen straks denk ik erop, dat is de vraag naar de exit-strategie. Dus die zaken zijn heel nauw aan elkaar gekoppeld. Ja, een ander aspect dat Lex aanhaalt, en dan ga ik even naar Elmer, is de schuldenproblematiek. Lex zegt ook, er lopen eigenlijk al verschillende crisissen door elkaar heen. Wat we natuurlijk wereldwijd zien is dat de Fed ontzettend veel obligaties heeft opgekocht. Dat heeft de ECB ook gedaan. Er zijn nieuwe programma's om obligaties op te kopen. Hoe verstandig is dat nou eigenlijk dat we dit allemaal monetair proberen op te lossen? Ja, ik denk dat het wel verstandig is dat de autoriteiten aangeven dat ze bereid zijn om te helpen daar waar het kan. Laat ik het zo formuleren. Kijk, je zit met die onzekerheden waar we het over hebben, die groeiraming. Ik ben het niet helemaal met Lex eens. Ik denk dat het wel goed is dat we een idee hebben over de orde van grootte van ook de economische impact. En met alle onzekerheden daaromheen, die natuurlijk enorm zijn. Maar het is wel goed om te weten dat het in de orde van, laten we zeggen, 5-10% mogelijk zou kunnen liggen. Want dat heeft ook weer invloed over op die beslissing van hoe je eventueel toekomstige groei naar je toe haalt in de vorm van schulden. Want dat is in feite wat je zou kunnen doen. En ik denk dat het in dat proces heel erg van belang is dat je nadenkt over van hoe breng ik, ook dat is een randvoorwaarde zou ik zeggen, hoe breng ik zo min mogelijk schade ook toe aan die toekomst. Van hoe ga ik verstandig om met die schulden zodanig dat ik de transitie redelijk goed kan laten verlopen, maar ook dat ik geen toekomstige onevenwichtigheden verder inbouw in de samenleving die we krijgen na de corona. Dat is in ieder geval wel een samenleving waarbij de ECB heel veel schulden op zich heeft genomen. Ja, dat is dus ook serieus een van de problemen waar je over moet nadenken. In hoeverre je niet met een financiële structuur jezelf opzadelt in de nabije toekomst, waar je alleen maar last van gaat krijgen in die nieuwe post-corona-economie.
Dus ik denk dat je daar, hoe moeilijk dat ook is, je moet daarover nadenken. Dat je dus enerzijds de fouten van de transitie zo min mogelijk maakt en anderzijds ook zo min mogelijk verstorende werking hebt op de economische structuur in de toekomst. Heb je het idee dat er nu al bepaalde fouten worden gemaakt? Of vind je het beleid van onder andere de ECB verstandig tot op heden? Ja, kijk, in de financiële markt werkt het denk ik zo dat je in ieder geval gezamenlijk probeert om de onrust zo min mogelijk, zo klein mogelijk te maken. En ik denk dat wat nu geprobeerd is, dat zit in die richting. Zorgen dat je laat zien dat je er altijd voor de partijen staat, voor de financiële sector staat, en dat je zorgt voor rust in het systeem. En ik denk dat dat tot op heden goed gelukt is. Want dat is bepalend natuurlijk ook hoe succesvol die transitie kan verlopen. Wat me opviel was dat Italië, een van de probleemlanden zou dat dan zijn in Zuid-Europa, heeft de afgelopen week nog 1,5 miljard opgehaald aan obligaties. Was geloof ik zelfs zo'n 2,5 miljard ingeschreven tegen 1,44% rente. Dus is er eigenlijk wel een soort financieringsprobleem? Nou, ik denk op dit moment zeker niet. Dat het bewijs is precies wat jij zegt. Dus ik denk dat het ook verstandig is dat je bij wijze van spreken stapsgewijs daarin opereert. En dat je ook in Italië eerst bepaalt van wat je nu eigenlijk in de eerstvolgende stappen nodig hebt. En dat je niet gelijk alle problemen op dit moment naar je toe haalt. Maar dat je eerst nadenkt over hoe kan ik die gezondheidszorg zo goed mogelijk helpen. Hoe kan ik vervolgens omgaan met eventuele economische problemen die ontstaan. Maar dat je het stapsgewijs gaat aanpakken. Dat je niet alles tegelijk probeert te doen. Want dat is wat je nu tegenwoordig wel ook in de populaire pers leest, is eigenlijk dat je alles gelijk wil oplossen. En dat is in zo'n grote onzekerheid totaal mogelijk. Ja. Lex, kun je daarop reflecteren? Nee, daar ben ik het heel erg mee eens. Ik zie de hele problematiek, moet je in fase bekijken. En je moet proberen inderdaad niet alle problemen tegelijk op te lossen. Want dan los je daar uiteindelijk geen op. Dus wij zitten, wat mij betreft, zitten wij nu in de eerste fase van fase 1, zoals ik het zo maar zeggen. En fase 1 is de fase waarin je probeert het virus onder controle te krijgen, beheersbaar te maken. Daarvoor moet je in eerste instantie moet je medische uitgaven moet je doen. Moet je zorgen dat je voldoende capaciteit opbouwt. Maar economisch betekent het vooral dat je bepaalde sectoren moet sluiten of op hele lage capaciteit moet laten werken. Dat roept vervolgens het probleem op van liquiditeit die niet meer stroomt binnen de economie, waardoor er een groot deel van je sectoren een liquiditeitskort kort heeft. Het beleid in deze fase is er op gericht om die sectoren die liquiditeit tekort komen van liquiditeit te voorzien. En dat doen al die programma's tot nu toe. En dat is goed, maar dat zijn grote programma's. En het gaat gepaard met zo'n beetje 30% van je capaciteit ligt min of meer stil. We zitten nu in een fase dat we gaan overwegen om geleidelijk die restricties te gaan opheffen. Dat is voor mij nog niet het einde van fase 1. Fase 1 eindigt op het moment dat je het virus onder controle hebt, in die zin dat je geen risico meer hebt dat je tegen de capaciteitsgrenzen van je gezondheidszorg oploopt, dan wel dat je een virus, een vaccin, sorry, hebt gevonden. En fase 2 is voor mij, is dan eigenlijk weer het echt volledig op gang brengen van je economie. En het punt daarvan is, en dat vind ik, wordt heel erg onderschat, is één, is dat we fase 1 nog niet uit zijn. Er wordt nu heel erg over gedacht alsof we de economie in mei of in juni, maar hoe eerder hoe liever, een soort kickstart kunnen geven en kunnen stimuleren. Ik denk dat dat een denkfout is, dat helemaal niet kan nog. Dat is de eerste punt. En het tweede punt is dat als je economie echt weer op gang gaat komen, heb je in de tussentijd, hoe je het ook went of keert, je hebt in een heleboel sectoren heel veel extra schulden gecreëerd. En dat schuldenprobleem op zichzelf gaat belemmeren dat je economie weer op gang kunt brengen. Als je dat niet eerst aanpakt,
voordat je eventueel weer gaat stimuleren. Dus in fase denken en je niet vergissen dat je nu al in een fase bent dat je de economie echt wel weer kunt opstarten. Ik denk dat dat uitgesloten is en een belangrijke denkfout is. Ja, één land natuurlijk dat eigenlijk als eerste zeg maar, met de lockdown kwam was Italië. En dan ga ik zo ook even naar Viola. Viola, you're not a macroeconomist, but a microeconomist. But yes. You probably have still a lot of contact with colleagues from Italy and family. Yes. How severely hurt is Italy at this moment and the economy? Well, my family lives in northern Italy, so it's particularly it's particularly affected. The economy is very much hit. Well, it's the country is still in a lockdown now for weeks, and the lockdown that is in Italy is much more severe than the lockdown that it is here. So people are not even allowed to leave their houses, and basically all the industry apart from the very essential industry, like I don't know, the food sector, say, had to shut down. So what we have there, it's much more severe. So this has, of course, huge economic consequences and also consequences on the life of people. Yeah, and probably the fact that Italy was the first to enter in a lockdown doesn't automatically mean that they're the first that will exit the lockdown. No, also because in a sense, Italy was also hit by some bad luck, I would say. In the sense that being the first is not an advantage because you are the first and so you don't know how to act. And so, for example, the measures that were taken, so at the beginning the lockdown was imposed all in some specific towns or cities that were particularly hit. They had many cases and only later on it was extended more broadly to, for example, to the entire region of Lombardy, even to the entire northern Italy and in the end to the entire country. Yeah. Gaan we even naar Steven Brakman. Steven, wat je dus inderdaad ook ziet, is dat het eigenlijk de impact van de coronacrisis is per regio, per land en soms ook binnen landen weer verschillend. Dat is in Italië zo, maar dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Hè. Het noorden van Nederland is duidelijk minder getroffen dan bijvoorbeeld Brabant. Wat betekent dit voor het weer op gang brengen van de handel tussen landen? Ik geloof dat Nederland iets van 20 miljard exporteert aan Italië en iets van 10 miljard importeert. Hoe komt dat weer op gang? Nou ja, dat is heel lastig. Kijk, waar we nu mee bezig zijn. Ik denk of we praten eigenlijk over twee fases van de crisis. Hè. De crisis die we nu meemaken ten aanzien van het virus. En de fase daarna. Nou, die fase daarna, dan moeten we ons zorgen gaan maken over de internationale handel. En die vervlochtenheid van de wereldeconomie, die is dusdanig dat we eigenlijk gemeenschappelijk, de ontkomende jaren, gemeenschappelijk een vraagbeleid zullen moeten doorvoeren. Dus dat die landen gemeenschappelijk min of meer op hetzelfde moment eigenlijk weer opstarten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld leveringsproblemen ontstaan. Omdat een land nog in een lockdown zit, een ander land niet. Maar ik wil ook nog even terugkomen op wat we net zeiden met Lex. Lex die wijst op het schuldenprobleem. Nou, om het nog wat serieuzer te maken. Dus ik denk dat het heel goed is dat we nu het liquiditeitsprobleem oplossen. En onafwendbaar steven nu ook af op een solvabiliteitsprobleem. Dus die schuldenproblematiek die gaat ons straks heel, heel erg dwars zitten. Dus denk niet alleen aan de staatsschulden waar we het nu eigenlijk over hebben gehad, maar ook aan de bedrijven. Dus die kosten van die bedrijven gaan door. Ze krijgen wat belastingsteun, ze krijgen wat inkomenssteun, maar die schulden die nemen enorm toe. Dus die bedrijven na de eerste fase worden geconfronteerd met enorme schulden. En dat geldt eigenlijk ook voor de huishoudens. Dus een aantal sectoren die, in de horeca wordt een ontslaggolf of een faillissementsgolf van 30% verwacht. Nou, dat betekent dat al die mensen op straat komen te staan. En ook voor die mensen gaan de kosten door. Dus die zitten ook ineens tegen enorme hoge lasten aan te kijken. Met weinig inkomsten. Dus het grote probleem waar we straks voor staan is dat het liquiditeitsprobleem is denk ik wel oplosbaar. Maar het solvabiliteitsprobleem wat overal zit in al die sectoren, dat wordt ons grote probleem. Zou je dat kunnen kwijtschelden? Ja, dat kan. Maar zeg maar, er zijn altijd twee kanten aan een schuld. Je hebt een crediteur en een debiteur. Dus het kwijtschelden kan niet zomaar. Ik denk dat wordt het grote probleem bij het opstarten. Hoe gaan we daarmee om? Dus denk bijvoorbeeld aan de banken. Die zitten ineens aan te kijken tegen oninbare vorderingen. Een hoop van die bedrijven zijn failliet gegaan. Er wordt wel van ze verwacht dat ze krediet gaan verlenen. Nou, doen ze dat.
Ze moeten ook voldoen aan allerlei kapitaaleisen. Nou, als, de hoeveelheid oninbare leningen die neemt toe, dus daar moeten ze ook wat aan doen. Dus ik denk dat dat het grote probleem wordt. Hoe gaan we straks om met al die sectoren die tegen hoge schulden aan zitten te kijken? Harry, kun jij daarop reageren? Wat zou je kunnen doen? Er vallen mij twee dingen op. Kijk, je kunt natuurlijk wel liquiditeit in het systeem pompen, maar als dat leidt tot schulden, dan moeten die nog steeds worden afbetaald, ook door bedrijven en ook door huishoudens. En een tweede is natuurlijk is dat we houden nu eigenlijk het systeem in stand, hè, dus door bedrijven door te betalen, bijvoorbeeld via de nauwregeling, dan kun je dus ook geen mensen ontslaan. Maar dat betekent dat straks die economie weer open is, dat eigenlijk de bedrijven op dezelfde capaciteit door kunnen produceren als dat ze deden voor de crisis. Maar die vraag is er helemaal niet. Nee, dat is ook het grote verschil. Soms hoor je ook mensen, Larry Summers, bekend Amerikaanse econoom, alsof we met een hele lange, die zei, ja, kunnen we als het ware, hij zei niet helemaal zomaar een interpretatie van wat hij zei, dat kunnen we niet doen alsof we met één lange vakantie zijn. Ja, dus de economie wordt stilgelegd, zo'n long weekend. Hè? We zijn allemaal het fundamentele, nou daarvoor duurt dit veel te lang en zijn los van gezondheidsconsequenties is natuurlijk van allerlei andere zaken aan de hand. Maar dat is natuurlijk het probleem. Hè? Je kunt natuurlijk tijdelijk vanuit de aanbodkant denken, nou, we financieren een tijdje door met overheidssteun. Maar dat is een soort micro-benadering, want dan laat onverlet dat je dan een probleem hebt omdat je weer opstart, dat je dan in de verwachting verkeert dat alle anderen ook weer gelijk opstarten. Zoals Steven net al zei, niet alleen andere landen, maar ook binnen je eigen land. En dat de vraag er ook is. En ja, de diepe recessie die we nu tegemoet gaan, maakt dat zeer onwaarschijnlijk dat dat plotseling weer het geval is. Dat maakt niet dat in Lex's terminologie, de eerste fase, denk ik, zijn we het veel economen het over eens, doen we de goede dingen, onafwendbaar. Moeilijker wordt het om na te denken over wat we precies in fase 2, wanneer die ook precies begint, aanbreekt. En dat maakt ook dat die ramingen van het IMF, waar we de discussie mee begonnen, ook wel problematisch zijn. En als je daar goed naar kijkt, het deel waar ik nog het meest geloof van de raming is de min voor 2020. Maar de veerkracht die wordt verondersteld, of gehoopt misschien, in 2021 dat we allemaal enorme plussen weer hebben. Dus dat je al weliswaar staat afgezet tegen 2020, maar toch een enorme veerkracht in de economie zit, veronderstelt wel dat een aantal van de problemen waar wij het nu over hebben, blijkbaar door het IMF minder hoog worden ingeschat. Terwijl ik denk met recht, zoals we er nu over discussiëren, dat die schuldproblemen omvangrijk zullen zijn. En daar zijn, ja, los van enorme recht toe recht aan oplossingen als kwijtschelden, allerlei nadelen aan zitten ook. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor daar ook over schuldsanering en een afbouw van schulden en dat de recessie verdiept. En dan komen we een beetje uit op waar het lijkt op de financiële crisis van 2008-2009. Wat eigenlijk ook een schuldencrisis was. En dan zal moeten blijken, dat is wel een belangrijk punt denk ik, als het over de term buffer is nog niet gevallen. En daarbij staan de banken er nu wel beter voor overigens dan in 2008, maar andere delen van de economie zijn die buffers niet zo groot. Dat zal denk ik heel problematisch worden en dat zal ook de recessie wel verlengen, vrees ik. Maar doen we wel de juiste dingen? En die vraag stel ik ook even aan Lex, want als ik toch het Europese beleid een beetje vergelijk met het Amerikaanse beleid, dan zie ik twee verschillen. In Amerika zie je dat het aantal werklozen ongelooflijk snel is toegenomen tot bijna 20 miljoen. Hè, dus dat is al iets van 8 of 9% van de totale workforce. In Nederland proberen we eigenlijk iedereen in dienst te houden. Dat lijkt natuurlijk heel sociaal. En in Amerika wordt er ook nadrukkelijk zeg maar aan vraagstimulering gedaan door die stipendia zeg maar aan huishoudens uit te delen van $1200 per volwassene, $500 per kind, zodat zeg maar die vraag op gang komt. Ik zie daar toch wel een verschil in. Zie jij dat ook of zeg je van nou, we hebben in Nee, ik zie dat geluid? Ik zie dat veel minder, want ik denk dat die stipendia zie ik veel meer ook in de context van liquiditeitsvoorziening. Zorgen dat mensen inkomen houden. Het is natuurlijk wel, in Amerika moet je andere dingen doen omdat die geen vangnet hebben. Daar ben ik persoonlijk van opvatting dat ik liever nu in Nederland zit in die situatie dan in Amerika. Maar zeg maar de sturing van beleid is hetzelfde. Kijk, ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat we dat beleid van liquiditeitsvoorziening, dat we dat nog een jaar, anderhalf jaar met horten en stoten mogelijk zullen moeten blijven volgen. En wat daar dus heel belangrijk in is, is dat je ervoor zorgt dat je de problemen die je in fase 2 zal krijgen om dan de economie weer op te starten, dat je die niet onnodig groter maakt. En dat is denk ik de fout die tot nu toe in het beleid is gemaakt, dat we dat wel doen.
Want wat we doen in, en ik ga nu even terug naar Europa. Wat we in Europa doen is die liquiditeitsvoorziening met name laten lopen door overheden toch weer extra schulden te laten maken. Door banken op hun buffers te laten interen. En zelfs als banken zeg maar niet door hun buffers heen gaan, maar er een belangrijke mate op ingeteerd zijn, moet je er rekening mee houden in fase 2, dat banken dus op dat moment weer buffers moeten gaan herstellen. En dat op zichzelf zal ook het op gang komen van de economie weer hinderen. Dus je moet in die eerste fase, moet je zoveel mogelijk, je moet al die uitgaven doen en je moet die liquiditeitsvoorziening doen en dat is onvermijdelijk. Dat betekent dat je extra geld de economie inpompt en dat overheden meer gaan uitgeven. En dat je dus dingen moet doen die je eigenlijk liever niet doet en die zelfs in zekere zin onverantwoord zijn. Maar dan zeg ik, doe onverantwoorde dingen op een verantwoorde manier. En dat betekent dat je op dit moment zou moeten, zoveel mogelijk zou moeten proberen te voorkomen dat schulden onnodig oplopen, zowel bij overheden als bij banken. En dat betekent dat op dit moment verreweg het verstandigste zou zijn als je overheden al die uitgaven monetair laat financieren. Door rechtstreeks dat te kunnen financieren, wat mij betreft, bij hun eigen nationale centrale bank. En zolang je in die fase zit waarin je liquiditeit moet voorzien, laat je die overheden gewoon rood staan bij hun eigen centrale bank. En dan op het moment dat je overgaat naar de volgende fase waarin die liquiditeitsvoorziening niet meer nodig is, waarin je de economie weer echt volop wil laten draaien en het schuldenprobleem wilt gaan aanpakken, want dat moet je dan eerst doen in die volgende fase, dan sluit je die rekeningen en dan heb je ook precies overzichtelijk van wat er aan schulden is gecreëerd en dan kun je ook gaan kijken hoe verdeel je de rekening, want dan staat daar de overheid heeft dan vorderingen op diverse bedrijven waarvan de belastingschuld is opgelopen. Nou, dan kun je kijken of je dat, hoe je dat gaat saneren. En dat kun je voor alle schulden, inclusief de staatsschulden, dan rustig bekijken. Dat heb je dan geparkeerd. Wat we nu doen is juist ook overheidsschulden weer onnodig laten oplopen. Dat pakket wat we nu in Europa overeen is gekomen, dat leidt tot extra schulden. Dat leidt ook tot onderlinge schuldverhoudingen binnen Europa. Waardoor er ook nog eens een politiek probleem aan koppelt. Zoals we de laatste weken helaas en voorspelbaar hebben gezien. Dus monetair financieren zou nu verreweg het beste zijn. En daarmee doorgaan totdat je naar de volgende fase kunt aanpakken van de schulden. En dan kijken, en daar denk ik ietsjes anders over dan Steven denk ik en Harry. Staat voor mij niet vast dat als je zover bent dat je dat schuldenprobleem getackled hebt in den brede en je er eigenlijk weer volop wilt gaan open wilt gaan, dat je dan additionele macro-economische stimulering nodig hebt. Want er is gewoon heel veel geld de economie ingepompt. Dat op dit moment gewoon tot extra besparingen leidt en niet besteed kan worden. En mensen zijn ook voorzichtig. En dat dan besteed kan worden. Dus het kan heel wel zijn dat je juist dan een verkrappend beleid nodig hebt in plaats van een verruimend. Maar dat weten we nu niet zeker, maar dat kunnen we op dat moment veel beter bekijken. Waar ik aan dacht is het feit dat die schulden zeg maar de zaken af gaan remmen, omdat mensen huiverig zijn. Dus banken die zijn huiverig om geld aan bedrijven te lenen die diep in de schulden zitten. Banken hebben zelf een probleem, oninbare vorderingen. Consumenten hebben een probleem. Dat is allemaal niet evenwichtig verdeeld over de economie, maar dat daar dan het probleem zit. Juist die onevenwichtigheid. En dat roept ook weer verwachtingselementen op. Dat heel veel consumenten, tenminste dat denk ik wel, die zullen toch hun vakantie uitstellen. Wie gaat nu nog een vakantie naar Italië boeken? Daar denk je pas volgend jaar weer aan. Ik denk dat Viola dan naar Italië gaat, toch, van de zomer? I'm not sure I will be allowed to do so. But yeah, but one of the things which is mentioned is that there's also a form of inequality, also between countries in Europe. Last week there were a lot of discussions about the one of the stimulating programs of the ECB, and that the Netherlands was not really it showed solidarity towards Southern Europe. Mm-hmm. What's your opinion on that? Well, again, I'm not. This is not really my my call, but I think. So in Italy, indeed, the response of the Netherlands was not taken very well. I think that this is a European
problem. It's not only a problem of Italy or of Spain or the Netherlands. So we need some, how do you say, some cohesive approach and some solidarity between countries. This is what happens also like in other circumstances. So for example, the United States, this is a solidarity idea. It's quite, it's what happens. There are transfers across countries that in the European Union do not happen. Mm-hmm. Yeah, but of course we are not one country and the United States is, but also to Elmer. Elmer, hoe heb jij gekeken naar toch wel het gekissebis op Europees niveau, waarbij in eerste instantie Hoekstra ook wel de Zwarte Piet toegespeeld heeft gekregen. Was dat terecht? Ja, ik denk dat het misschien een kwestie is van houding en hoe hij in de pers en in het publiek overkwam. Zeg maar. Ik denk dat het meer een kwestie van presentatie was dan van inhoud. Maar dan neemt niet weg, denk ik, dat je ook met zo'n houding best wel kwaad bloed kunt zetten natuurlijk bij Europese partners, in het bijzonder Italië. En het helpt natuurlijk niet in het gezamenlijk oplossen van dit probleem. Dus ik denk wel dat je als Europa als geheel naar deze enorme schok zou moeten kijken. Je moet het niet nu zeggen van in deze tijden van trekken we even niks van elkaar aan. Maar het overkomt je allemaal. De een zit er zwaarder in dan de ander. Maar je kunt wel gezamenlijk nadenken over hoe je dit gezondheidsprobleem, hoe je dat aanpakt. En dat is wat anders natuurlijk dan dat je zegt van hey, ik ga integraal de coronacrisis aantrekken en ik neem gelijk alle andere historische economische problemen daarin mee. Ik denk dat debat, dat is wat ongelukkig overgekomen, denk ik, in de pers wat betreft Hoekstra. Ja. Misschien nog even één ding aanvullend op een verschil wat mij opvalt tussen de VS en Europa. Niet helemaal onbelangrijk. We hebben net even gezegd, inderdaad terecht, in de VS loopt die werkloosheid hard op en in Europa natuurlijk minder. Ik denk dat wij daar in Europa natuurlijk wel mee te maken krijgen. Die werkloosheid zal ook in Europa gaan oplopen. En dat is naast de financiële schulden, geeft dat ook een behoorlijke economische last. Die meer werklozen betekent ook dat we over 2 jaar een ander uitgangspunt hebben dan we nu hebben, zeg maar, voor het herstarten van de economie. En één kanaal wat mij opviel is dat de Fed daar met name meer mee bezig is dan wij in Europa. Dat is met de hele kredietverlening, zeg maar, waar Steven Brakman net ook aan refereerde. Het is denk ik ook verstandig dat je als monetaire autoriteit zegt van en maak je ook geen zorgen op termijn over de kredietverlening. Want kredietverlening kan met name voor het MKB straks een enorme belangrijke rol gaan spelen in de opnieuw opbouwen van de economie. Dus die aandacht voor werkloosheid en kredietverlening, die mis ik een beetje nog in het Europese debat. Ja, nou laten we ook toch maar vooruit gaan kijken, want een geleidelijke exit van de lockdown zal er toch gaan komen, al was het maar dat consumenten voor zichzelf gaan kiezen. Het wordt nu al drukker in de winkelstraten. Sowieso zijn heel veel non-foodwinkels nooit dicht geweest, maar consumenten wilden er niet naartoe. En nu zie je ook met het mooie weer dat consumenten wel gaan, dus duidelijk ook minder angstig gaan worden. Hoe zou een intelligente exit-strategie eruit kunnen zien? Heb jij daar een idee over, Harry? Dank je voor deze vraag. Daar heb ik wel ideeën over, maar het probleem is natuurlijk dat we daar, zeg maar, dat je met een unieke schok te maken hebt en dat ook iets, je moet zeg maar beleidsruimte overhouden om ook daarin toch enig experiment te kunnen doen. Dus je wilt je niet op voorhand op een beleid vastleggen qua exit-strategie waarin je manoeuvreerruimte wordt weggenomen. Dus ik denk dat moet gefaseerd. Dat zal ook deels uitproberen zijn. Sluit dus ook niet uit dat we zeg maar 2 stappen vooruit, 1 terug. Dat we ook in een situatie kunnen komen waarin we 2 stappen vooruit zetten. Zeggen, oh, dit was te veel als we weer naar de mogelijk opduiken van het virus kijken of lokale haarden waar dat weer opduikt. Een beetje wat je over China nu en in Azië trouwens, de rest van Azië denk ik ook nog gaat zien. Dat gaan wij natuurlijk in het najaar bijvoorbeeld ook nog wel krijgen. Dus ja, moet je ook rekening mee houden dus dat je niet alles in één keer afschaalt. En daarbij speelt uiteraard mee dat je denkt dat is ook goed voor de economie. En dat is best problematisch, want winkel is één ding. Ik denk dat het ook nog
Eén ding, dat het winkelen wat jij net noemde, Laurens, dat je alweer wat mensen meer op straat ziet, dat is ook omdat mensen nog steeds wel degelijk afstand van elkaar vrij makkelijk kunnen nemen. Ik zie nog niet meteen hier in de Herenstraat in Groningen dat men hutje aan mutje weer rond gaat lopen. Dus of de consument wel zo bereid is om weer naar de winkel te gaan en te zeggen van nou, als staat het beleid daartoe, dat vraag ik mij af. Of die, dus ook al mag het, maar jouw vraag is meer, wat moeten we dan doen? Ik denk dat we zeer geleidelijk aan moeten experimenteren met wat de gezondheidszorg ook aan kan. En het eerlijke antwoord daarop is, dat weten we niet. Of behalve dan door dat voorzichtig en geleidelijk aan te doen, dat lijkt me hoe dan ook een soort no-regret beleid. En vervolgens volgt daaruit dat we dan langzamerhand ook economisch meer kunnen en dat consumenten ook meer aankopen kunnen doen. Het werkt langs drie kanalen. Eén is wat men fysiek gaat doen, hè, dus jouw winkelstraat. Maar goed, consumenten kopen ook steeds meer online. Of bestellen steeds meer aan huis. Maar dat laatste kan natuurlijk al, want het heeft ook met vertrouwen te maken. Dus ik denk, de extra strategie moet er ook een zijn die vertrouwen inboezemt, waardoor consumenten uitgaven willen doen. En dat heeft weer te maken met waar we het tot nu toe over hebben gehad, economisch perspectief. Dus consumentengedrag, één ding is wat er letterlijk mag. Maar dat is maar een klein deel van wat consumenten aankopen aanstuurt. Want je feitelijk inkomen of je verwachtingen daaromtrent zijn net zo belangrijk bij het type aankopen die je denkt te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Ja. En dat is vooral of het beleid, en het heeft iets enorm endogeens natuurlijk, of het beleid ook vertrouwen inboezemt, waardoor consumenten niet tot een koopstaking besluiten. En ja, dat is een smal evenwicht, waarbij denk ik in Nederland en ook in andere landen de weg der geleidelijkheid zal worden bewandeld. Dus je moet vooral, denk ik, bij Trump, nou niet om een analyse van Trump te gaan doen, misschien nu hier ter plekke, maar bespeur je iets meer de neiging om al liefst vol gas de economie weer open te zetten. Ja. Ik denk dat uit gezondheidsoverwegingen niet goed kan. En dat ook uiteindelijk weer terug kan slaan op de economie op het moment dat te snel de restricties er weer afgaan. Dus wat de exit-strategie ook is, weg der geleidelijkheid met mogelijkheid om ook je handen vrij te houden om weer een stap terug te doen. Dat lijkt mij hoe dan ook de verstandigste weg. En volgens mij is dat ook waar regeringen, als je naar West-Europa kijkt, details verschillen, maar allemaal nu op aarzelen. Ja, ga ik even naar Viola. Viola, jij hebt ook onderzoek gedaan naar de invloed van business cycles, ook op inequality, maar ook op verschillende generaties. Is het eigenlijk niet heel raar dat het virus nauwelijks impact heeft op jonge mensen, maar dat jonge mensen wel gewoon thuis moeten zitten? Oh, so first of all, it's true that I've done a lot of research on the effect of the crisis on health and on different generations. However, this is a very different crisis research to the ones that I studied, because the crises usually were caused by a financial shock, while this is a crisis which is caused by a health shock, and this is makes it quite different. And the health shock, because before also we were talking about the phase 1, and phase 1 ends indeed when there is a vaccine and we get rid of the virus. However, we also need to take into account that the health shock will not end with the virus. Because what you can imagine is that there are other health effects. For example, all the regular care, healthcare, which is now postponed, and there is an increasing concern that people are really afraid of going, for example, to the GP or to the emergency room, even when they need care. This might cause an increase in chronic health problems, and we have to be ready for that. And second, there is also the possibility, concrete possibility of a mental health crisis. And the mental health crisis is brought by the social isolation, but not only about the social isolation, also about the stress and the anxiety and the worries that this situation brings. And of course, the economic crisis can only add on top of that, right? So economic crisis, people are going to lose their jobs or are going to be afraid of losing their jobs. They are going to find it difficult to make ends meet. Maybe this can only add, let's say, to this element, to the stress and anxiety. Ja, Elmer, we hebben het in eerste instantie over gezondheidscrisis. Dat wordt ook een economische crisis, maar uiteindelijk wordt het misschien wel een grote maatschappelijke crisis. We hebben natuurlijk al in Frankrijk de afgelopen jaar de doorlopende demonstraties van de gele hesjes gezien. We hebben te maken met Zuid-Europa, met werkloosheidspercentage van 15-20% onder jongeren, soms toch nog wel groter. Hoe voorkomen we eigenlijk dat we de komende 5 jaar niet van de ene in de andere crisis gaan lopen eigenlijk?
Ja, dat is denk ik een heel belangrijk issue. Hier zie je dat economie en politiek elkaar raken. En deze gezondheidscrisis heeft denk ik gevolgen voor allebei. Als we even misschien teruggaan naar Italië, daar zag je al de laatste maanden natuurlijk een sterke opkomst van extreme politieke partijen. Je kunt enige angst hebben, denk ik, voor dat deze crisis dat soort gevoelens weer extra gaan aanjagen. Je merkt vaak in de crisis dat men op zoek is naar zondepokken. Hè? Iemand moet het gedaan hebben. Met name populistische partijen zijn erg goed in het opzoeken van zondebokken. En het geven van de schuld van de crisis aan een bepaalde categorie. En ik denk dat soort extreme politieke sentimenten, zeg maar, die kunnen best wel weer eens gaan opleven in Europa. En met name in Zuid-Europa. En dat is denk ik enorm zorgelijk. En dat heeft consequenties voor het nadenken over hoe je je maatschappij inricht. En een belangrijke uitweg daarin, vind ik, is toch het onderwijs. En dat is een beetje natuurlijk in onze eigen winkelstraat dan zo gezegd. Maar ik denk dat onderwijs een enorm belangrijke rol speelt in het trainen van je maatschappij en leren omgaan met dit soort crisis. Misschien ook al de internationalisering van onderwijs. Aan de universiteit, daar lopen natuurlijk al jongeren vanuit allerlei landen rond. Ja, ik verwacht op de hele korte termijn enorme problemen voor universiteiten op dit terrein. Met name die universiteiten die sterk geïnternationaliseerd zijn, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, zeg maar in Nederland zeker. Maar ook Britse universiteiten bijvoorbeeld, die te maken hebben met het terugvallen van de inkomsten ook van buitenlandse studenten. Die gaan het echt merken en daar zullen sommige universiteiten niet over kunnen overleven, omdat ze te afhankelijk zijn van de tuition die betaald wordt door buitenlandse studenten. En die enorme terugval in internationalisering, daar kun je voor het onderwijs en voor de wetenschappelijke wereld enorme zorgen over maken, denk ik. Mag ik aanvullen wat Elmer nu net zegt, waar Harry eigenlijk ook aan hintte? Dus zeg maar, de universiteit heeft er straks een groot probleem. En Harry had het over, als we zo meteen in fase 2 zitten, dat we moeten uitproberen. Ik denk dat dat een heel belangrijke opmerking is. Het is niet alleen zo dat we, zeg maar, een hele lange vakantie hebben en dat we dan weer opstarten. Maar dat de structuur van de economie ook gaat veranderen. Dus denk aan sectoren. Dus Elmer die wees net op de universiteit. Nou, daar zullen grote wijzigingen plaatsvinden. De manier van onderwijs gaat veranderen. Maar denk ook aan de toerismesector. Dus wie boekt straks nog een cruiseschip? Dat doet niemand meer. Dus toerisme krijgt een enorme klap. Denk aan de horeca. Dus de horeca die gaat ook, denk ik, voor langere tijd krijgt die een enorme klap. Dus ik voorzie toch ook wel echt een structuurverandering in de economie. Dat bepaalde sectoren echt het aandeel in de economie zullen zien dalen. En andere zullen zien stijgen. Dat maakt de problemen waar we ons tegenovergesteld zien alleen maar groter. Dus we hebben het net over schuldenproblemen, nou, dat is groot. We hebben het over de kredietverlening, maar die structuurverandering die wordt denk ik ook heel groot. Je kunt het ook positief zien, hè? Dat we allemaal met z'n allen leren om de ICT-techniek versneld te gaan gebruiken. Maar er zullen ook een aantal sectoren heel veel last ondervinden. Dus ik ben ook benieuwd hoe straks het centrum van Groningen eruit gaat zien, als al die winkels failliet zijn. Dus ik denk toch dat daar grote klappen gaan gebeuren en dat er tussen sectoren ook verschuivingen gaan plaatsvinden. Ja. Dan eindig ik even met Lex, ook voor de universiteiten en HBO zal het een uitdaging zijn, zeker die ook gericht zijn op internationale studenten. Aan de andere kant zie je nu wel dat versneld programma's gedigitaliseerd worden. Daar heb je zelf een paar jaar geleden ook al ervaring opgedaan, zeg maar, met een online cursus voor iets van een paar duizend mensen over complexity, volgens mij, social complexity. Zou dat juist niet een enorme slag kunnen maken dat we, zeg maar, het onderwijs verder digitaliseren, waarbij je ook gewoon in Italië of in Spanje of in Bulgarije kunt blijven wonen, maar toch een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen of aan Harvard kunt volgen? Ja, dat denk ik. De cursus waar je het over hebt, die heeft inmiddels rond 55.000 deelnemers gehad, dus dat is ongelooflijk wat je daar ziet. En ik denk dat het algemeen waar is. En wat je hier nu voor de universiteiten zegt, is dat ieder probleem is een kans. Als je de ruimte laat voor ondernemen. En dat geldt hier ook. Maar als ik weer even terug ga waar we het rondje mee begonnen. Met Harry zijn zeg maar, manier van hoe je uit de exit moet komen. Ik denk dat dat de overeenstemming wel over is. Dat dat een geleidelijk proces zal zijn met vallen en opstaan.
Ik denk dat we het woord exit eigenlijk ook nog niet kunnen gebruiken. Want exit is voor mij pas het moment dat we echt of zover zijn dat de gezondheidszorgcapaciteit geen restrictie meer is op wat je doet, of een vaccin is gevonden, welke van de twee ook maar eerder komt. En tot die tijd zal je dat spel wat Harry beschreef moeten spelen, mijn zinziens. Dat betekent dat we er rekening mee moeten houden dat we in de fase die we nu ingaan, die fase van spelen met die capaciteitsrestricties, dat we er anderhalf jaar in zitten. En dat we ons moeten realiseren dat in die 1,5 jaar het liquiditeitsvoorzieningsproces, zij het op een iets lager pitje wellicht, in fases, gewoon door zal gaan. En dat de rekening gedurende deze fase die eraan komt, nog steeds oploopt. En dat we pas kunnen gaan denken aan herstel als we aan de echte exit, zoals ik hem net gedefinieerd heb, toe zijn. En dan komt dat vraagstuk van hoe zorg je ervoor dat die schulden niet als een molensteen om onze nek hangen en het herstel belemmeren. Dan moet je je afvragen of je combinatie met dat schuldenprobleem aanpakken ook stimulering nodig hebt. En dan wel zowel stimulering aan de vraagkant als aan de aanbodkant. Bijvoorbeeld ook hoe zorg je ervoor dat die kansen die er ontstaan uit die problemen, dat die ook echt gegrepen kunnen worden. Dat ondernemers niet hindert. Of dat zeg maar overheden, er is bijvoorbeeld wel sprake van een Marshallplan voor Europa. Nou, dat is op dat moment iets wat je dat moet afvragen. Maar kansen genoeg. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om dat heel erg te gaan stimuleren. Het eerste is worstelen naar de exit. Ja, maar dat is misschien zo, maar voor veel bedrijven, die kunnen op heel veel zaken niet wachten. Die moeten innovatief zijn om een slag te maken. En dus we kunnen natuurlijk wel met z'n allen zeggen, we moeten eerst geleidelijk die exit uit, zeg maar, zodat de capaciteit het aan kan in de gezondheidszorg. Maar als jij een bedrijf hebt, moet je gewoon innovatief zijn. Dat is misschien ook dan de laatste vraag, onder andere aan Harry, van brengt dit juist ook niet heel veel creativiteit en innovativiteit in mensen en bedrijven naar boven, gewoon omdat het moet? Er is geen alternatief. Maar dat zie je deels natuurlijk op kleine schaal, zie je het al gebeuren. Dus ik denk, als je om je heen kijkt van hoe proberen bedrijven zich aan te passen of hoe er al nieuwe ideeën ontstaan. Dus het is niet alleen maar een vrij pessimistisch verhaal dat we hier de afgelopen drie kwartier en met reden. Zeker ook als we het hebben over een termijn waarin de fase waarin we nu zitten mogelijk nog een jaar of zo zou duren, waar Lex het over heeft. Maar je ziet ook allerlei initiatieven. Dus ik denk ook dat ondernemerschap en nieuwe ideeën zie je ontstaan. Maar dat is ook ondernemerschap wat probeert vanuit die restricties om toch nieuwe dingen te gaan doen. En daar ook inderdaad wel kans in ziet. Maar de optelsom daarvan is helaas niet zo dat macro genoeg zal zijn om toch de min waar we onze discussie mee begonnen, de dikke min, te vermijden. Maar dat wel degelijk helpt en ook straks zal helpen om om structurele aanpassingen te doen. Want Steven zei terecht, we komen in een recessie, dat is de conjunctuur. En het is een hele diepe recessie, maar er vinden ook allerlei structurele aanpassingen nu al plaats. En die zullen ook, een aantal sectoren zullen nooit meer hetzelfde, nooit, hè, binnen een termijn die we allemaal een beetje kunnen overzien. Dus dat heb ik over de komende 10, 15 jaar, zal de toerisme sector niet meer hetzelfde zijn. Zal reizen anders zijn dan we gewend zijn. Zal de horeca, zal het alles waar veel mensen bij elkaar komen, zal een andere dimensie hebben dan het gehad heeft. Dus je daar al op aanpassen biedt ook mogelijk. En degene die het beste eerst op inspeelt, of het nou de 1,5 meter bioscoop is of iets anders. Die kant moeten we denk ik met z'n allen wel op. Maar om nog aan te geven hoe bijzonder het is, wat ik nog één ding zeggen, is dat monetaire, als je als econoom wordt getraind, dan word je onder andere opgevoed in dat je andere mensen moet uitleggen waarom monetaire financiering slecht is. Omdat het uiteindelijk leidt tot inflatie en dan moet je vooral dan moet je een beetje het tekstboek. Maar dat we nu inderdaad serieus in de situatie zitten waarin we, van onder andere van Lex, waarin we uitzeggen dat eigenlijk monetaire financiering of voor de niet-econoom geld bijdrukken, dat misschien het verstandigste beleid is, geeft wel aan hoe bijzonder het is waar we nu in verkeren en waar we waarschijnlijk niet alleen in 2020, maar ook in 2021, ongeveer de periode die we kunnen overzien, in blijven verkeren. En ondertussen zullen er steeds meer ondernemers zijn. Innovatie gaat godzijdank door. En dat zal ons straks enorm, wat we nu al leren, dat
hoe lang zitten we? We doen alsof we hier al jaren in zitten, maar 2 maanden geleden hadden we een paar mensen van corona gehoord, maar deden we alsof het toch een probleem in China was en hier nooit zou komen. We hebben het aanpassingsvermogen van onze economie en onze samenleving, misschien om op een positieve noot te eindigen, is er ook heel erg groot, gelukkig. En daar zullen we ons voordeel mee doen. Oké, dank jullie wel voor jullie bijdrage. Viola, Elmer, Steven, Lex en Harry, dank je wel. En ook voor het delen van jullie input, hoe jullie kijken naar de crisis tot nu toe en maatregelen die stapje voor stapje de economie kunnen helpen en de maatschappij ook. Dank je wel.